Goedemiddag en welkom bij deze webinar voor experten sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze webinar wordt georganiseerd door het departement Cultuur, Jeugd en Media, de Federatie en Socius. En vandaag zijn we natuurlijk 20 mei 2022. Eerst wil ik jullie van harte welkom heten bij deze infosessie. Dit gaat vandaag gaan over de manier waarop jullie kunnen inschrijven voor de pool van experten waaruit de commissies zullen samengesteld worden voor de visitaties en de beoordelingen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zowel de visitaties als de beoordelingen zijn hele boeiende momenten voor zowel commissies als de sector. En we hopen echt dat jullie zich massaal zullen inschrijven. Even nog wat technische, praktische zaken. Het is mogelijk om vragen te stellen tijdens de presentatie via de Q&A. Tijdens en achteraf ook, want we gaan achter de schermen modereren we de vragen en op het einde worden die vragen ook behandeld. We zullen niet ingaan op echt individuele persoonlijke vragen, dat zullen we ook dan in de chat wel aan jullie laten weten, want deze vragen gaan we dan ook wel via mail, via sociaalcultureel@vlaanderen.be kunnen we die zeker ook beantwoorden. Onze contactgegevens vind je aan het einde van de presentatie terug en deze sessie zal ook worden opgenomen, dus je kan zeker alles nog eens bekijken achteraf. Waar gaan we vandaag op ingaan? We gaan eigenlijk eerst de federatie, Dirk Verbiest van de federatie, aan het woord laten voor de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk voor te stellen. Dan gaan we in op de procedure en de planning. Daarna zal Guy van den Eekhout van Socius over het vormingsaanbod praten dat we voor jullie aan het klaarstomen zijn. En dan gaat het nog over het inschrijvingsplatform en wat praktische zaken om dan te eindigen met de vragenronde. Ik geef nu heel graag het woord aan Dirk van de federatie om de sector wat voor te stellen. Dank u, Tine. Goedemiddag allemaal voor de mensen die dit live bekijken. Goedemorgen, goedenavond, goedenacht voor de mensen die het nadien bekijken. Voor diegenen voor wie de sectorfederatie wat minder in het voorhoofd zitten, wij zijn de Federatie voor Sociaal-Culturele en Amateurkunstenorganisaties en proberen samen met hen grote en kleine vragen, kwesties, ambities te behandelen en gaan daarover geregeld graag in overleg met diverse overheden op diverse niveaus. Bon, de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk op enkele minuten voorstellen in de breedte en de diepte, dat is onmogelijk. Dus sta me toe om een aantal minuten, een aantal zinnen in de groep te gooien. 117 landelijk erkende en gesubsidieerde organisaties, 13 regionale organisaties, beter bekend als de Avanzas of de voormalige Vorming Plussen. Dat is die gesubsidieerde en erkende sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk met een 2000-tal beroepskrachten, een veelvoud aan freelancers, een 200.000-tal vrijwilligers, zo'n 14.000 lokale ankerpunten, een tiental miljoen deelnames aan publieke activiteiten per jaar. Het gaat om een grote, een heel diverse sector die met heel veel verschillende zaken bezig is. Samen ecologische voetafdrukken verminderen, samen nadenken om de buurten fietsveiliger te maken, samen campagnes opzetten voor of tegen iets. Samen in veilige omgevingen, safe spaces, samenkomen, samen bruggen leggen naar andere inzichten, andere groepen mensen, samen sterker worden door vorming. Enfin, het is allemaal sociaal-cultureel volwassenenwerk. Organisaties met een ontegensprekelijk, maar dikwijls onbecijferbare impact op heel veel maatschappelijke thema's waar wij wakker van liggen of waar wij graag rondwerken. De volgende slide in. Ontmoeten staat centraal in sociaal-cultureel volwassenenwerk en vanuit dat ontmoeten proberen organisaties zoveel mogelijk aan verandering, verbetering en versterking van groepen mensen te werken. Omwille van de samenleving, omwille van wat er gebeurt in de interne werking, omwille van expliciete keuzes die zij maken. En dat maakt het ook wat speciaal. Zij maken die keuzes niet alleen. Om een voorbeeld te geven, de huidige beleidsplannen van de organisaties werden expliciet samengeschreven met 28.931 mensen. Dat maakt het wat speciaal. Het is meer dan een businessplan. Het gaat om een participatief strategisch denken, soms omdenken over de ontwikkeling van organisaties. En dat zorgt voor een zeer duurzame, een verankerde werking,
soms wat trager dan professionals zouden willen, soms wat anders dan professionals zouden willen, soms wat anders dan vrijwilligers zouden willen. En het is in heel dat complex gegeven van samen zoeken naar strategie en verandering dat jullie eventueel een rol zouden kunnen spelen. Je mag klikken, Tinne. De noemer is dus sociaal-cultureel volwassenenwerk. De teller is een enorm grote diversiteit. Soms zeer kleine organisaties, soms met één voltijds equivalent die daar werkt, soms zeer grote organisaties. Soms organisaties die heel sterk lokaal ingebed zijn, soms heel sterk internationaal genetwerkt en alle mogelijke variaties daartussen. En zelfs organisaties die sterk lokaal ingebed zijn. Ook hier zie je heel veel verschillende strategieën. Soms herkennen we duidelijk de lokale afdelingen nog. Soms gaat het om tijdelijke interventies met groepen burgers. Soms gebeurt dat in verschillende organisaties. Soms gebeurt dat binnen eenzelfde organisatie. Heel veel verschillende strategieën om te werken met mensen en met groepen mensen. Noem een thema en een organisatie binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk zal er wel mee bezig zijn. Samen met groepen mensen, noem een doelgroep en een organisatie zal er wel mee actief zijn. 1/4 van de organisaties binnen de sector heeft ook de keuze gemaakt om heel expliciet te werken vanuit, met, voor wat dan kansengroepen genoemd worden. Wat denk ik de diversiteit binnen de sector ook inkleurt, ook aantoont. Organisaties hebben ook een heel diverse voorgeschiedenis binnen die gesubsidieerde en erkende context. Zo zijn er bij wijze van voorbeeld 18 nieuwe organisaties bijgekomen sinds 1 januari 2021. Dus dat betekent dat het zou kunnen dat u bij visitaties in 2023 met organisaties rond de tafel zitten die amper 2 jaar binnen die gesubsidieerde en erkende context bezig zijn en die nog heel sterk pionieren, nog heel sterk de ontwikkeling naar een volwaardige landelijke relevantie inzetten. Andere organisaties hebben al een veel langere voorgeschiedenis binnen die gesubsidieerde context, dus ook hier heel veel verschillen. Voor en door vrijwilligers, soms heel expliciet, duidelijk grote groepen vrijwilligers, soms een heel beperkte, maar heel sterk geëngageerde kern van vrijwilligers die mee het thema, mee de campagnes, mee de veranderingszucht van organisaties uitdragen. En zo zijn er organisaties die heel, heel expliciet met de vlag voorop lopen en heel zichtbaar zijn in buurten, wijken, in de brede samenleving, in de media, in debatten met overheden. Andere organisaties werken veel implicieter met groepen mensen, proberen mensen via vorming individueel sterker te maken, zodat zij zelf hun eigen keuzes kunnen maken. Dus ook hier heel veel verschillende strategieën. De volgende slide ziet u een overzicht waar ik niet in detail op inga, want dat is zo dadelijk voor de mensen van het departement. Maar als u die keuze maakt, zou het kunnen zijn dat u deelneemt aan visitaties en beoordelingen. Visitaties, daar is wat meer ervaring mee in de sector. Er zijn al 3 visitatierondes achter de rug de afgelopen 15 jaar. Beoordelingen, dat is wel een recenter fenomeen. Beoordelingen van subsidieaanvragen. We merken dat organisaties zo'n visitaties natuurlijk best spannend vinden. Want op een of andere manier zal u samen met de deskundigen van de administratie een soort formele waardering uitspreken over de reële werking van organisaties. Maar visitaties zijn in de traditie van deze sector ook meer dan dat. Visitaties worden beschouwd als belangrijke leermomenten voor organisaties en ongetwijfeld ook voor u en voor de mensen van de administratie. Kansen voor organisaties om een spiegel voorgehouden te krijgen, om een klankbord te zien, om samen in open en constructieve gesprekken na te gaan waar sterktes en nog groeikansen en mogelijkheden van organisaties liggen. En daarom vinden we dat niet alleen spannende, maar ook heel belangrijke momenten voor organisaties. Beoordelingen van beleidsplannen, dat is een vrij nieuw fenomeen binnen deze sector. We hebben dus nog maar 1 keer in deze vorm meegemaakt.
Maar ook dat maakt het wat speciaal, want u zal vanuit visitaties, vanuit het kennen van reële werking van organisaties, mee bijdragen aan een hopelijk zo doorleefd en zo onderbouwd mogelijk advies, wat uiteindelijk naar de Vlaamse regering gaat en waarmee u ook richting geeft aan beslissingen die de minister neemt, die de Vlaamse regering neemt over individuele organisaties en bij uitbreiding over de kansen voor een sector, voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. En op de volgende slide moeten we niet fout doen, het zal af en toe hoofdpijn veroorzaken. Daar zijn we van overtuigd. Maar we denken dat het ook voor u heel boeiende momenten kunnen zijn. Echt meesurfen op dat civiel perspectief, op autonome keuzes die organisaties maken en waarvan afgesproken is dat de overheid zich daar niet mee moeit. Of dat nu fijne of minder fijne keuzes zijn in de ogen of de oren van de overheid, men moeit zich daar niet mee. Dat is dat middenveld, dat is dat civiel perspectief. Maar u gaat samen met hen op zoek naar kansen daar om strategieën om te zetten in concrete praktijken en werkwijzen, om de kwaliteit van de organisaties mee te bekijken. En u zal dat ook doen in een heel speciale periode. Een periode waarin, om het positief uit te drukken, de veerkracht van organisaties getriggerd werd, wordt en wellicht ook nog zal worden. Ik moet het u niet zeggen, die coronaperiode heeft een heel bijzondere context gecreëerd voor sociaal-cultureel werk, waarbij organisaties echt op zoek moesten gaan naar alle mogelijke creatieve vondsten, mogelijkheden om sociaal-cultureel aanwezig te zijn bij grote groepen burgers. Dat heeft heel veel creativiteit gevraagd, heel veel flexibiliteit gevraagd. In 2019 werden de huidige beleidsplannen geschreven voor corona. Dus dat betekent ook dat er heel veel andere keuzes gemaakt werden door organisaties. En daarover in gesprek gaan in 2023 lijkt mij ook ontzettend boeiend. Wat heeft corona veroorzaakt bij organisaties? Soms ook een stevige financiële impact. Welke andere keuzes werden gemaakt en hoe proberen organisaties daar van daaruit de volgende jaren te werken in een ook financieel ingewikkelde periode? Enfin, u duikt in een sector in verandering, in een samenleving in verandering. En misschien vraagt u zich ook af, ben ik daar wel uit het goede hout gesneden om mee te werken aan visitaties en beoordelingen? We hebben het aan organisaties gevraagd. Wat is voor hen het te mijden visitatortype? Wat is voor hen het te prefereren visitatortype? En ik twijfel er niet aan dat u zich niet herkent in deze woordenwolk. Maar misschien wel de volgende slide in deze woordenwolk. En als u zich daarin herkent, dan ontmoeten wij u graag de volgende jaren bij visitaties en beoordelingen. Dank u. Ja, dan gaan we over naar de procedure en de planning. Merci Dirk voor de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk uit te leggen aan ons allemaal. We gaan direct beginnen met de algemene procedure. We baseren ons op het decreet van 7 juli 2017, waarin inderdaad het beleidscyclus is voorgeschreven die bestaat uit visitaties en beoordelingen. Dat zijn eigenlijk twee scharniermomenten die op elkaar ingrijpen, zoals dat Dirk ook daarnet al zei. De resultaten van de visitaties zijn namelijk heel belangrijk ook voor de beoordelingen. Daarnaast is er ook jaarlijks toezicht van de financiële verantwoording en dat gebeurt dan door de administratie, maar dus niet door eventueel jullie. Het volgende dat ik ook wel wil vermelden is de adviescommissie en het protocol. Dus de adviescommissie is ook een groep experten eigenlijk uit de sector die wordt samengesteld om het protocol te schrijven. En in het protocol wordt eigenlijk de methodiek van de visitaties en de beoordelingen uitgewerkt en de adviescommissie evalueert ook beide procedures. Dus je zal zien dat ik straks daar nog even naar terug ga verwijzen, maar ik wou het zeker al een keer meegeven. Maar nu zoeken we natuurlijk visitatiecommissies en beoordelingscommissies. Daar zoeken we experten voor. We zullen jullie heel graag willen uitnodigen om jullie in te schrijven voor de pool van experten. Die pool wordt heel ruim samengesteld, of we hopen zo ruim mogelijk natuurlijk samengesteld. En van daaruit worden dan de visitatiecommissies en de beoordelingscommissies samengesteld.
De visitatiecommissies bestaan uit 4 experten, dus 4 mensen onder jullie misschien, met een voorzitter van de administratie en 1 secretaris ook van de administratie. De beoordelingscommissie zal dan eigenlijk een combinatie zijn van 2 visitatiecommissies, waardoor er dus 8 experten zijn. Maar nu gaat de administratie niet de voorzittersrol opnemen, maar ook een externe expert zal ook dan de voorzittersrol opnemen. En de administratie is er natuurlijk ook wel om te begeleiden, is ook secretaris en zal jullie begeleiden doorheen heel het traject. Dan gaan we in op de verschillende momenten, dus de visitaties enerzijds en de beoordelingen anderzijds. Over de visitaties, Dirk zei het al, er zijn 117 landelijke organisaties en die gaan we verdelen over een 16-tal commissies. Hey. Binnen die commissies hebben we dus telkens 4 experten nodig en die experten zouden we heel graag zo divers mogelijk samenstellen door bijvoorbeeld inhoudelijke expertise, zakelijke expertise, expertise met betrekking tot kansengroepen. En wat er dan in het decreet ook gedefinieerd staat, zijn de volgende kansengroepen, namelijk mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Ook al heb je meerdere expertises, dan ben je ook zeker welkom. Dus het hoeft zeker niet 1 van de zijn, maar u bent ook welkom als u 1 van de expertises heeft, dus dat is zeker geen probleem. Wat is nu ongeveer de procedure? Dan moet ik wel weer verwijzen naar de adviescommissie. Natuurlijk, de adviescommissie is reeds benoemd, maar moet nog het protocol samenstellen. Dus het kan zijn dat er accentverschuivingen zijn in de procedure natuurlijk, omdat het protocol nog moet geschreven worden. Maar dit is eigenlijk hoe dat het de vorige ronde verlopen is. Namelijk, eerst moet je als commissielid dossiers lezen op voorhand, schriftelijke voorbereiding maken op voorhand. En dan hebben we ook het aangepast tegenover vorige periode, namelijk dat je eigenlijk 3 à 4 bezoeken ter plaatse zal doen. In plaats van de 4 à 5 van de vorige periode zullen het er eigenlijk wat minder zijn. 3 à 4 dus ter bezoeken ter plaatse. En dan daarna, nadat al de bezoeken zijn gebeurd, vindt er een commissievergadering plaats met de voltallige commissie, want je gaat maar met 2 op bezoek en met 4 zit je in de commissie. En in die commissievergadering ga je dus dan die 8-tal dossiers, die 7 à 8 dossiers, bespreken. Nadien is er ook nog de mogelijkheid voor organisaties om een reactie in te dienen. Dan zal je die ook moeten lezen en zal je die ook nog eens bespreken in de commissievergadering. Wat is de exacte planning van de visitaties 2023? 31 maart 2023 zullen de organisaties hun voortgangsrapport indienen. Dat is eigenlijk de basis ook van de visitaties. Dus je leest sowieso ook het beleidsplan, maar je leest ook zeker het voortgangsrapport, waarin de organisaties hun voortgang duiden van zowel wat ze afgelopen jaren hebben gedaan, maar ook wat ze de komende jaren nog in de beleidsperiode zullen doen. Dan zullen we van midden april 2023 tot en met midden juli 2023 zullen er een 5-tal commissies visiteren, zoals zeggen een 20-tal experten dat we nodig hebben voor de zomer. Juli tot eind augustus 2023, dus in de zomer, zullen we geen visitaties uitoefenen. En dan begin september 2023 tot eind december 2023 vindt de grootste brok visitaties plaats. En dat zal dan zijn een 11-tal commissies die zullen visiteren. Belangrijk om hier nog bij te vermelden is dat in de loop van een maand vinden de visitaties ongeveer plaats. Dus je zal eigenlijk 3 à 4 bezoeken ter plaatse moeten doen bij de organisatie zelf in de loop van een maand. Dat wil ik nog zeker vermelden. En dan de beoordeling. De beoordeling is eigenlijk pas in 2025. Dit gaat gaan over 117 landelijke organisaties, dus eigenlijk diezelfde organisaties die dan gevisiteerd zijn geweest. Dan ook 13 regionale, wat Dirk zei, de Avanza's of de vroegere Vorming Plussen. En ook wel een aantal nieuwe organisaties natuurlijk. Vanaf 2026, dus de volgende beleidsperiode, kunnen er weer organisaties zich kandideren om erkend te worden en gesubsidieerd te worden. Waarvoor hebben we hier experten nodig? Ik zei het daarnet al,
We hebben zowel experten nodig, zoals bij de visitaties, namelijk inhoudelijke, zakelijke experten, kansengroepenexperten, maar ook experten die rond organisatiemanagement en non-profit veel over vanaf weten. Daar hebben we eigenlijk bij beide procedures ook wel nood aan. Allee, dat zou heel fijn zijn. Maar ook voorzitters van beoordelingscommissies. Dus dat is ook iets dat je kan aangeven in het inschrijvingsplatform of dat je graag voorzitter zou zijn van een beoordelingscommissie. Wat is nu de procedure voor de beoordeling? Het is nog een ver van jullie bed show waarschijnlijk, maar het is toch wel fijn om mee te geven. Voor alle organisaties geldt het volgende. Je zal een vijftal dossiers moeten lezen. Dat zijn eigenlijk vijftal beleidsplannen van een nieuwe beleidsperiode. Een schriftelijke voorbereiding ook op voorhand maken. Daarna een commissievergadering of commissievergaderingen om de 15-tal dossiers te bespreken. Herinner, 2 visitatiecommissies samen is 1 beoordelingscommissie, waardoor dat je dus 7 à 8 organisaties maal 2 hebt, dus 15-tal dossiers dat je bespreekt tijdens de commissievergadering van de beoordelingscommissie. Daarna is het de reactie lezen van de organisaties en een commissievergadering om de reacties te bespreken. Een wijziging ten opzichte van de landelijke zijn de regionale organisaties. Zij krijgen ook een bezoek ter plaatse. Dus zij hebben nog geen bezoek ter plaatse gekregen in 2023 en krijgen nu bij de beoordeling een bezoek ter plaatse om een beoordeling te doen. Dan de planning voor de beoordeling in 2025. Dat vindt grofweg plaats tussen januari 2025 en juli 2025. Voor de landelijke organisaties is een belangrijk moment 31 december 2024, omdat dan het beleidsplan wordt ingediend voor de nieuwe periode. Die start dus in 2026 tot 2030. Januari 2025 tot juni 2025 vinden de commissievergaderingen plaats, omdat het definitief advies uiterlijk 15 juli moet buiten zijn. Voor de regionale organisaties opnieuw ook een beleidsplan indienen 31 december. En dan daarna, januari tot maart, vinden de bezoeken ter plaatse plaats. En daarna is er ook een definitief advies dat wordt uitgestuurd. En dan nog wat algemene planning. Belangrijk voor jullie, de deadline om in te schrijven om lid te worden van de pool van experten is 13 juni 2022. Straks ga ik nog in op hoe je dat juist moet doen, wat nog enkele praktische zaken. Maar dat is wel een belangrijke deadline om in het achterhoofd te houden. Dan worden in juni en juli worden de experten geselecteerd en voor 15 juli mikken we erop om de experten ook te benoemen effectief die in de pool gaan zitten van de commissies. Dan, 25 oktober 2022 hebben we ook al een moment vastgelegd, namelijk een ontmoetingsmoment of een netwerkmoment voor de benoemde experten. Voor degenen die dus benoemd zijn door de minister, die gaan elkaar kunnen ontmoeten, kunnen netwerken, ook wat informatie van ons meekrijgen enzovoort. Dus dat is al een belangrijke datum. En wat ik ook nog wil vermelden is dat in het najaar worden ook de visitatiecommissies al samengesteld, wordt de planning bekendgemaakt. Dus de planning wordt ruimschoots op voorhand bekendgemaakt, zodat je ook kan aangeven aan ons, aan een administratie, welke periodes beter passen. En dan tenslotte wil ik nog zeker het laatste niet vergeten, namelijk in december 2022 zullen we het vormingsaanbod voor jullie aftrappen. En daarvoor geef ik graag ook het woord nu aan Guy van den Eekhout van Socius. Ook van mijnentwege een welkom in dit webinar. Ik ga je iets vertellen over het vormingsaanbod dat we samen met de administratie en met de mensen ook van de federatie een stuk zullen vormgeven in de toekomst. Maar om dat goed te kunnen vertellen wil ik eigenlijk beginnen met wat er toch wel echt speciaal is aan deze sector en wat eigenlijk ook een stukje definieert waarom dit een speciale soort visitatie- en beoordelingsronde is. En je hebt het woord al eens een paar keer gehoord in het verhaal. Dirk heeft het heel expliciet gezegd. We vertrekken vanuit een civiel perspectief. En in de aanloop naar dit decreet
is er eigenlijk een belangrijke keuze gemaakt door degene, de decreetgever, de wetgevende macht. De minister heeft toen de keuze gemaakt om te zeggen van kijk, we gaan dit decreet echt schrijven vanuit een civiel perspectief. En dat stond toen tegenover een voorzieningenperspectief. En ik leg dat eventjes uit. Een voorziening is iets waar de minister van zegt van kijk, we geven u centen en we weten heel goed wat we daar in ruil voor willen. Namelijk bijvoorbeeld een ziekenhuis, een goede gezondheidszorg, een onderwijs, goed onderwijs. Maar vanuit het civiele perspectief iets subsidiëren betekent eigenlijk dat je zegt kijk, we erkennen een aantal organisaties die voor het gezond functioneren van een moderne democratie echt van levensbelang zijn. Het zijn organisaties waar burgers een stukje uit hun private leefwereld treden om samen met andere mensen een stuk richting te geven aan de samenleving, vorm te geven aan de samenleving. Want dat is eigenlijk heel essentieel in een moderne democratie. En zo heeft de minister toen beslist om te zeggen, kijk, we gaan van die sociaal-culturele spelers, we gaan die echt erkennen als belangrijke civiele actoren in die civiele maatschappij, in dat maatschappelijk middenveld. Het gaat om burgers die zich vrij verenigen. En dat betekent dus ook dat we vanuit de erkenning vertrekken dat die organisaties en die burgers die daar eigenlijk zich in engageren, vanuit een eigen agenda mogen werken. En een eigen agenda betekent niet alleen thematisch vanuit een eigen agenda, maar ook vanuit een eigen aanpak. Een aanpak die ze zelf een stukje kunnen vormgeven. En daarmee is dus met dit decreet ook eigenlijk elke vorm van format een stuk verlaten. En heeft men niet meer beslist, bijvoorbeeld zoals dat in vroegere tijden was, om te werken met verenigingen of bewegingen of vormingsinstellingen enzovoort. Heeft men het vrijgelaten om zelf vorm te geven aan de organisaties. Maar dat heeft wel belangrijke consequenties voor het werk wat u te doen staat. Want dat betekent dat bij de visitaties en de beoordelingen dat uitgangspunt ook ten allen tijde een stuk moet gerespecteerd worden. En dat we dus echt, als we naar die organisaties kijken, ons telkens de vraag stellen, doen die hun werk als civiele actor op een goede manier? Eerder dan doen ze de dingen die de overheid of zo zou wensen. Hè? Er is natuurlijk wel een afbakeningsvraagstuk. En dat vraagstuk gaat over welke organisaties noemen we nu sociaal-cultureel werk en moeten dus de kans krijgen om onder dit decreet ook gesubsidieerd te worden. En in dat afbakeningsvraagstuk is er eigenlijk een kader ontwikkeld wat we zouden kunnen noemen het kader van de rollen en de functies. En die rollen die vertellen iets over wat die organisaties eigenlijk schenken aan de samenleving. Namelijk, ze schenken aan de samenleving plekken waar mensen zich met elkaar kunnen verbinden, waar er kritisch kan nagedacht worden over hoe die samenleving vorm krijgt en welke richting die uit moet. En waar mensen kunnen experimenteren met nieuwe manieren van omgaan met moeilijke vraagstukken die onze samenleving voortdurend weer tegenkomt. Dat is wat we schenken aan die samenleving. En de vraag is dan, wat doen sociaal-culturele organisaties? Die organiseren allerlei praktijken waarin ze bepaalde processen voor ogen hebben. En die processen, dat noemen we, of dat zou je kunnen noemen de functies die ze inzetten. En dan gaat het echt over het creëren van plekken waar mensen kunnen leren, waar mensen gemeenschap vormen, waar ze echt maatschappelijke beweging kunnen maken door dingen in publieke discussies op te nemen of door engagementmogelijkheden aan te bieden. En het zijn plekken waar cultuur levendig kan gesmaakt en gemaakt worden. Met dat afbakeningskader probeert men nu, kunnen we scherper afbakenen welke organisaties onder het sociaal-cultureel volwassenenwerk vallen en welke dus eigenlijk subsidie krijgen. Dit verhaal had ik eventjes nodig om te laten zien wat gaan we in de vorming, en dan mag je de volgende slide aangeven, Tinne, wat we in de vorming precies met u voor ogen hebben. We zijn vanuit een algemeen uitgangspunt vertrokken dat jullie mensen zijn met allerlei agenda's en dat jullie wel nog meer dingen te doen hebben dan alleen maar expert zijn in visitatiecommissies. Maar dat jullie wel toegang zouden kunnen krijgen tot interessante informatie of de echte nodige informatie. Dus we hebben gekozen om een aantal dingen eigenlijk asynchroon aan te bieden. En asynchroon wil dan zeggen dat we vooral in webcasts, in screencasts,
en eventueel geschreven materiaal. U zullen een aantal tools of inzichten aanreiken die u kunnen helpen in uw rol als visitator of beoordelaar. Welke screencasts zitten in de pijplijn? Er komt er eentje waarin de procedure nog eens helder, kort, beknopt wordt uitgelegd, zodanig dat je een goede kapstok hebt voor het geheel. Er komt er eentje rond de inhoud van het decreet en de geest van het decreet zal daarop aansluiten. En je voelt al een beetje naar mijn verhaal van daarnet. Een decreet is een wettekst, maar onder zo'n wettekst zit eigenlijk een verhaal, een narratief, zit een geest als het ware. En het is eigenlijk dat een stukje laten oplichten wat we in die screencast zullen proberen te doen. Omdat dat net zo belangrijk is om de toon van de visitatie en beoordeling ook een stukje juist af te stemmen. Rollen en functies zijn begrippen die in de sector alleszins ondertussen redelijk goed gekend zijn, maar wel uitdagend blijven en die een heel belangrijk kader vormen om ook de beoordeling van organisaties en de evaluatie van organisaties ook op betekenis te brengen. Vandaar dat we ook vanuit Socius hebben een zevental screencasts die op het programma staan, waarin we die rollen en die functies ook verder verduidelijken. En er zal een screencast komen over de zakelijke aspecten die bij beoordeling en evaluatie ook in het vizier komen. Dat wat betreft het materiaal wat je zelf op je eigen moment, in je eigen tempo een stukje kan verwerken. In totaal gaat dat telkens over screencasts die een tiental minuten zullen duren per stuk. Dus je kan dan een beetje een inschatting maken. Maar er zijn dingen die we ook echt belangrijk genoeg vinden om jou er live bij te betrekken. En dan met name vooral het beoordelingskader zelf. Het beoordelingskader van het decreet omvat een aantal beoordelingselementen waar onderliggend een aantal criteria telkens geformuleerd zijn. En het verhaal achter dit beoordelingskader en de specifieke betekenis van al die beoordelingselementen willen we graag met jou ook in een live situatie doorpraten en verder op ingaan, zodanig dat je dat in de vingers krijgt. Want dat zal het belangrijkste frame zijn van waaruit je ook beoordeling en visitatie zal doen. En er komt een live startvergadering voor die visitatiecommissies in maart, waar nog eens echt heel concreet wordt ingegaan op het verloop van de visitatie, de werking van kiosk, wat de omgeving is waarbinnen eigenlijk de documenten worden opgeladen en ook kunnen bekeken worden door jullie. En waar jullie ook onderling met de andere commissieleden kan kennismaken. Goed, oké, dankjewel. Dank u wel, Guy. Ik ga nu nog een laatste deeltje brengen over het inschrijvingsplatform en wat praktische zaken. Hoe moet je nu inschrijven? Als je na dat dit allemaal te horen hebt, de goesting hebt gekregen om in te schrijven, zeker doen. Bekijk zeker de handleiding op de website, maar eigenlijk wat ik nu ga vertellen komt heel goed overeen met wat er in de handleiding staat. Maar de link staat zeker op de presentatie en die kan je achteraf ook nog bekijken. Belangrijk is dat je aanmeldt in kiosk als natuurlijk persoon. Dus het kan zijn dat je ook al een organisatie bestuurder bent of zo bijvoorbeeld, maar het is belangrijk dat je eigenlijk ook dat je als natuurlijk persoon aanmeldt om in kiosk. Dan klik je op dossiers linksboven. Ik zal straks screenshots tonen die het helemaal gaan duidelijk maken. Maak je een nieuw dossier aan, kies je het juiste dossiertype, namelijk kandidatuur pool experten. En dan is het belangrijk om, als je daar in die aanvraag zit, om dan te kiezen voor pool van experten sociaal-cultureel volwassenenwerk en niet cultureel erfgoed. Want dat zijn twee oproepen die eigenlijk op hetzelfde moment aan het lopen zijn momenteel. Als je technische vragen hebt over de knoppen en de andere aspecten van het kiosk, dan kan je zeker naar kiosk@vlaanderen.be mailen. Maar inhoudelijke vragen mag je ook altijd naar ons stellen, sociaal-cultureel@vlaanderen.be. Ik ga nu even ingaan op de screenshots. Dus het is belangrijk dat je eigenlijk hier naar dossiers, ik weet niet of dat de cursor goed zichtbaar is, maar dat je op dossiers klikt. Dan klik je dus op dossier en op nieuw dossier. Daarna ga je in het dossiertype een uitklapveldje hebben waar je kandidatuur pool experten kiest. En dan komt er een
kadertje dat je volledig mag negeren en gewoon op oké duwt en dan mag je verder gaan. Dan kom je op deze pagina met beste kandidaat expert enzovoort. En kies je hier heel belangrijk pool van experten sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wat ik jullie ook wel nog wil meegeven zijn de onverenigbaarheden. Dat is wel een heel belangrijk aspect ook, namelijk mensen die bijvoorbeeld een verkozen politiek mandaat hebben. En de rest zal ik straks voorlezen, maar degenen die daaronder vallen, die mogen zich niet kandidaat stellen, mogen eigenlijk niet in de pool van experten zetelen. Dus bijvoorbeeld als verkozen politiek mandaat, een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet, een functie als personeelslid in dienst van een gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisatie, wat dat evident is natuurlijk, dat je dan ook niet mee mag evalueren of beoordelen, maar ook niet een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het steunpunt, dus van Socius, een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de sectorfederatie, dus de federatie, en ook niet een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC. Wat ook belangrijk is, de adviescommissie is recent benoemd. En dus de leden die nu in de adviescommissie zetelen, kunnen niet meer in de visitatie- of beoordelingscommissie zetelen. En dan wil ik ook nog eens iets meegeven over betrokkenheden. Want het kan nu wel zijn dat je zegt van, ja, maar ik ben ex-werknemer van een gesubsidieerde organisatie. Of ik heb familie die daar werkt. Ik ben er heel nauw bij verbonden met die organisatie als vrijwilliger enzovoort. Dan kan je dat ook zeker aangeven aan ons als administratie en daar kunnen we rekening mee houden bij de samenstelling van commissies, want ik kan me voorstellen dat dat niet altijd ideaal is, dat je dan ook die daar ter plaatse zal gaan of die beleidsplannen zal lezen. En dan nog de vergoedingen willen we zeker ook nog meegeven. Dus dit is bepaald in het decreet wat de vergoedingen zijn voor commissieleden en voorzitters. Belangrijk hierbij is dat dus als commissielid heb je een andere vergoeding dan als voorzitter, maar de voorzitters komen enkel pas bij de beoordelingen van op de planken natuurlijk. Dus als commissielid zal ik eerst overlopen voor een vergadering, wat dus een dagdeel meestal in beslag neemt, is het €60 per dagdeel. Je krijgt natuurlijk ook een reisvergoeding voor als je met openbaar vervoer gaat of met de wagen. En voor de visitatie zelf is het per dossier, dus per organisatie dat je gaat bezoeken, krijg je €50. En dan nog eens €250 voor de voormiddag en €250 voor de namiddag. En een visitatie zal een dag in beslag nemen. Voor de beoordeling als commissielid heb je natuurlijk de vergadering opnieuw, de gemaakte kosten en de kilometervergoeding. En dan €30 per dossier dat je voorbereid hebt voor die commissievergadering. En als voorzitter is het dan, krijg je eigenlijk voor vergaderingen een grotere vergoeding. En krijg je natuurlijk ook weer je reisvergoeding. Maar zal je ze wel bekijken, maar zal je ze niet ten gronde moeten bekijken zoals de commissieleden, waardoor er dus geen vergoeding is voor per dossier bij de beoordeling voor voorzitters. En dan, misschien zijn er al vragen gesteld, dat zal ik straks bekijken, maar nu kan je zeker ook nog wat vragen stellen die je zou hebben. Ik wil iedereen ook bedanken om te luisteren en ik zal nu even de vragen bekijken die misschien al gesteld zijn geweest. Even aan het laden. Wacht door. Even kijken. Gepubliceerd. Ja, oké. De eerste vraag die ik hier zie is van Katrien. Gaan de commissievergaderingen fysiek door of digitaal? Daar heeft mijn collega Miro al op geantwoord, namelijk dat de visitatiecommissies gaan effectief ter plaatse door bij de organisatie. Dus dat zal eigenlijk, dat zal niet online zijn. En wat betreft de overige vergadering wordt er maximaal rekening gehouden met de voorkeuren en beschikbaarheid van de individuele commissieleden om te bepalen of ze dan wel fysiek of digitaal of hybride doorgaan. Wat handig is om te weten inderdaad, dat heeft mijn collega hier ook aangehaald, is vorige beoordelingsronde was in 2020, de fameuze eerste lockdown. En waar ze eigenlijk in het begin fysiek zijn doorgegaan, de commissievergadering, maar waar we eigenlijk noodgedwongen zijn overgegaan naar online vergaderingen, die eigenlijk ook prima verliepen. Dan,
Nog een vraag. Ik was tot 2 jaar geleden actief in de sector. Nu niet meer. Is er een bepaalde afkoelperiode tussen de werkstelling in de sector en kandideren als expert? Ja, daar heeft mijn collega ook al op geantwoord. Hij zegt, we houden enkel rekening met de onverenigbaarheden op het moment van aanstelling. Een expert kan wel een betrokkenheid aangeven ten aanzien van een bepaalde organisatie, wat ik daarnet ook al aangegeven heb. Dan word je eigenlijk niet bij die organisatie gezet om die dan te gaan visiteren of die te beoordelen. Er wordt echt wel rekening mee gehouden. En als je inderdaad, als het toch niet anders kan, dat je eigenlijk bij die commissie, in die commissie zit, dan ga je gevraagd worden om zich te onthouden bij de bespreking van het dossier. En dan weet ik niet of dat er nog vragen zijn binnengekomen. Er mag zeker nog vragen gesteld worden. Ik ga misschien al de volgende slide vlug projecteren, want daar is ook wel handig om te weten, dat zijn de contactgegevens. Dus als je nog vragen zou hebben, kan je zeker ons, dus het departement Cultuur, Jeugd en Media bereiken via sociaalcultureel@vlaanderen.be. Voor de federatie mag je eigenlijk Hannes bereiken, dat is hannes@defederatie.org. En voor Socius kan je naar Guy mailen, guy@socius.be. Kijk nog even of dat er nog vragen zijn. Ah, ik zie nog een vraag die binnengekomen is. Ja, en de vraag is, moet je nu al kandideren voor de beoordelingscommissies? Inderdaad, nu is het al de bedoeling om je in te schrijven voor de pool van experten, waarin dat je dan eigenlijk gaat, waaruit dan de visitatiecommissies, maar ook de beoordelingscommissies gaan samengesteld worden. Als je nu al denkt van, kijk, ik wil mij inschrijven voor de beoordelingen, ik wil daar voorzitter zijn, ik wil daar de nieuwe, ik wil daar regionale, ja, dan kan je zeker nu al inschrijven voor die pool van deskundigen. En dat heeft mijn collega ook nog eens in de chat beantwoord. We gaan sowieso ook de vragen achteraf nog, vragen die we ook nog binnenkrijgen, die we veel krijgen. Bijvoorbeeld gaan we ook veelgestelde vragenlijst ook nog op de website plaatsen. Dus die kan je dan zeker ook daar nog eens bekijken, samen met de opname, samen met de presentatie. En je kan ons inderdaad ook nog altijd contacteren via deze mailadressen. Goed, ik denk dat dat de vragen waren. Dan ga ik nu jullie allemaal bedanken om te luisteren. En mijn collega's die ook hebben gesproken natuurlijk. Guy en Dirk bedanken. Voilà. En dan nog een prettige middag. Dank u wel.